Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga met jullie vandaag kringloop shoppen. Ik ga kijken voor outfits in de kringloop. En misschien komen we nog wat andere leuke dingetjes tegen. En het leek me leuk om jullie dus mee te nemen in deze video naar de kringloop. Voordat we gaan wil ik jullie nog eventjes mijn outfit laten zien. Dat is deze outfit. En eigenlijk komt hiervan ook al best wel veel van de kringloop. Deze top heb ik een keer bij de kringloop gekocht. Van de Zara. Het is een beetje zo'n peplum top. En die rits kan ook nog open. En deze broek heb ik ook al een keer bij de kringloop gekocht. Superleuk basic outfitje. Lekkere enkelaarsjes eronder. Let's go! Oké, ik heb wat kleding mee het pashokje in. Deze jurk. Deze broek. Dit broekje. Een rokje. En nog een broekje. Eens kijken of het staat. Oké, de jurk is aan. Hij is alleen te groot. Echt veel te groot. Zonde, want hij is wel leuk. Helaas. Lekker stofje ook wel. Maar ja, gaat hem niet worden. Oké, ik heb de broek aan, maar ik vind hem niet mooi staan. Hij trekt hier heel erg. Ik heb deze broeken heel snel, maar nee. Nou. Oké, dit rokje aan. Ik ben alleen niet enthousiast, want dit valt altijd zo hoog. Dus dan zie je dit. Ik vind niet zo mooi. En dit soort rokjes sowieso niet zo heel mooi staan bij mij. Nope. Ik heb nou de lace short aan. En die heeft een rits op de achterkant. Alleen, hij is vrij kort achter. Voor is die wel mooi. Maar ik weet het niet. Ik vind het meer een fietsbroekje of zo. Ik kan daar niet echt een kijk op krijgen. En we gaan er weer vandoor. Helaas, de kleding paste allemaal niet. Het was net niet naar mijn smaak. Op naar de volgende. Kringloop nummer 2. Zo, auto op slot. Kijken of ze hier wat meer hebben. Deze is echt leuk. Jammer dat het niet mijn maat is. Deze vind ik ook heel mooi. Ik denk dat ik die meeneem voor te passen. Het is een mooie oudroze kleur. Een 38. We hebben niet veel geluk vandaag met de kleding. Ik heb alleen maar deze broek tot nu toe. Hoe leuk is deze ezel? En zoiets vind ik ook altijd super leuk. Oké,
Oké, ik heb uiteindelijk een jurk. Deze broek zie ik al op laten zien. En nog een broek. Ik twijfel alleen over deze broek, maar we gaan het zien. Oké, de roze broek heb ik aan. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. En hij kost 8 euro, dus het valt ook wel mee. Dat is echt perfect. Yes! Die ga ik meenemen. En ook de andere broek heb ik aan. Ik weet alleen niet inderdaad wat ik hiervan vind. Ik vind hem een beetje volwassen of zo. Hij zit wel mooi. Ik vind het meer zo'n broek die je dan aantrekt als je gaat klussen of zo. Dus zo'n oude broek. Nee, ik denk niet dat ik het doe. En ik heb de jurk aan. Ik vind vooral de bovenkant echt super leuk. Let even niet op de BH-bandjes natuurlijk. Hier sluit hij heel mooi aan, alleen hier is hij echt een beetje te breed. Ik mis zakken of zo. En wat ik zag, wat ik jammer vind. Ja, er zit een gaatje in. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Jammer. Ik vind hem wel heel leuk. Wat ik trouwens echt super vind, is dat ze hier alles op kleur hangen. En ook nog eens op maat. Hoe fijn is dat? Nou, de buiten is binnen. Wat als de buiten? Het valt deze keer een beetje tegen. Ik heb alleen maar één broek, zoals jullie zagen. Ja, dat is gewoon met kringloop. Je komt iets tegen of je komt niks tegen. En bijna altijd als ik mijn camera meeneem, kom ik niks tegen. En als ik mijn camera thuis heb liggen, dan kom ik van alles tegen. Dat is nou eenmaal zo. Toch hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie natuurlijk van de kleding vonden. Let me know in de comments. En dan zie ik je natuurlijk weer heel graag terug volgende week donderdag om 4 uur bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye!